Hey, ik ben Tiesto, welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Tiesto. Vandaag ben ik terug op de game waar iedereen van houdt of van hield. Ik weet niet wat jullie hier nog van vinden. Ik speel vandaag Call of Duty Black Ops 2. En holy shit, kijk deze game. Een jaar niet aangeraakt geloof ik. Nou, iets minder. Ja, ik weet niet hoe lang ik er niet heb aangeraakt of zo. Maar vandaag ga ik voor het eerst weer een potje spelen. Oh mijn god, dit speelt zo stroef. Oh mijn god. Oh ja, je kan natuurlijk niet unlimited sprinten in deze game. Oh ja, dat was het natuurlijk. Oh, dan moet ik ook gaan. Oh, let's go. Oh, let's go. Gelijk een dubbel kill. Ik speel met de Scar-H, met de Sinister en de Adjustable Stock. Dat weet ik nog wel hieruit. En ik speel met de UAV, Count uv en de Orbital VSAT. Ik denk, zeg het gelijk een keer goed. Maar we gaan kijken natuurlijk of wij nog steeds een chille score op een oude Call of Duty kunnen gaan neerzetten. Want jongens, ik heb deze game best wel hard gemist. Zo jullie weten natuurlijk, speelde ik deze game natuurlijk als main game op mijn kanaal. Totdat Black Ops 3 uitkwam. En toen is deze game eigenlijk gewoon, oh mijn god, een beetje verpauperd. En nu ga ik het gewoon weer een keer voor de gein spelen. Nou, je ziet het. Het gaat niet verkeerd. We hebben gewoon bijna onze Orbital VSAT. Laten we eens voor de gein kijken of we die kunnen halen. Zit iedereen er nog in? Ja. Iedereen zit nog in het potje. Dus dat is mooi. Ik denk dat we nog één keer moeten en dan hebben we onze VSAT. Dat is mooi. Laat even in de comments achter of ik dit vaker moet doen. Let's go. Ik heb gewoon mijn Orbital VSAT. Ik heb gewoon mijn Orbital VSAT. Ik heb gewoon mijn Orbital VSAT. Ah, ik ben dood. Wat denk ik als ik een nuclear had kunnen halen? Dat had toch helemaal mooi geweest, jongens. Gewoon een nuclear als ik terug ben op Black Ops 2. Oh mijn god. Maar laat even in de comments achter of ik dit vaker moet gaan doen. Gewoon wat meer Black Ops 2, want ik vind het eigenlijk gewoon weer lachen. Oh, wat een camper. De minimap is zo klein. Boys, de minimap is zo klein. Holy shit. Oh, lag. Lekkere 3-bar. Die heb ik niet gemist hoor. Triple! Killchain, killchain, killchain. Let's go, span, span, span. Ah, jammer, jammer, jammer. Oh, het lekt wel, jongens. Het lekt wel als de malle. Oh, ik heb de kill nog. Kom op, host. Waarom ben jij de host als je internet niet kan betalen? Waar zijn... Hey, man. Oh, dit heb ik niet gemist, de lag. De lag heb ik niet gemist, die spikes. Ja, kijk, oh, yo. Oh, oh, what the fuck. Ah, gelukkig. Woe, my greeting host. Oké. De game gaat door. Ja, raid, dat weten we allemaal. Hollywood Wheels. Heppakee. Ik heb al gelijk gereload. Thank you. Hoeveel staan we? 18 om 3. Nice, nice, nice. Voor mij was ik de host. Dat is goed te bekeken. Ah, kijk, dit loopt gelijk een stuk soepeler. Sta jij hier nog? Oh, hij ging net lopen. Zag je dat? Hij gaat net lopen. Zo. Ja, voor mij ben ik de host. Nice. Ja, sowieso dat ik de host ben. Ik merk het aan het schieten. Mijn kogels is heel soepel gaan. Oh, let's go teammate. Thanks for the save. En ja jongens. De Scar-H. Ik hoop echt dat deze game, of deze gun wordt geremasterd in de nieuwe Call of Duty. Of misschien wel als DLC wapen. In Black Ops 3. Dat zou wel mooi zijn. Gewoon de Scar-H terug. Maar ja, we hebben natuurlijk al de MS Grant toegevoegd. Dat is al een AR. Dus dan denk je dat ze toch een submachine gun of iets toe gaan voegen. Denk ik, hè. Zo'n theorie heb ik. Oh, kak! We droppen nog steeds mensen, jongen. Holy shit. Zoals we vroeger ook deden. Ik mis die tijd wel, man. Bijvoorbeeld met Milan en zo. Hoe heet dat? Gewoon nucleus droppen. Milan bijvoorbeeld, die echt doodgoed was in de support. Oh, de remming toen, die heb ik echt niet gemist. Milan die doodgoed was in de support, gewoon de VSATs halen en zo. En ja, wij die het dan afmaakten met de nuclears en zo. Dat was echt awesome. Geef me deze eens. Oh, bitches, ik kan het nog. Kom maar. Kom dan. Oh, de shit. collateral! Oh! What? Ik haal gewoon nog collaterals in deze game. Dit gaat niet gewoon. Kom op. Okay, dit gaat maar tot de 75, jammer genoeg. Oh, dat vind ik jammer. Shit. Ah, we hebben gewonnen. 31-6 is onze uitscore. Ik heb dit gemist. Hebben jullie dit natuurlijk ook nog gemist? Laat dan even massaal een blauw duimpje omhoog achter. Dan helpt het mij enorm. Als je het vaker wil zien, laat het dan hier beneden achter in de comments. Van ja, Chester doet het vaker. En ja, ik vind het gewoon leuk. Jongens, bedankt voor het kijken. Tot morgen bij weer 2 gloednieuwe video's. Zoals ik altijd zeg, thanks for watching. Tot morgen. Doei.